Lege winkelstraten, een uitzonderlijk beeld. Maar de Doesburgse ondernemer Paul Staring zorgt ervoor dat we toch kunnen winkelen. Goedenavond. En verder in het nieuws vandaag. Ook de weekmarkt in Harderwijk was anders dan anders. Alleen marktkooplui met etenswaar waren welkom. Een financiële strop voor deze bloemenverkoper. Supermooie rode bes. Hoef je na de kerstdagen niet meer mee aan te komen. En Nijmeegse studenten lopen in deze dagen de Vierdaagse. Ik heb me niet getraind. Ik heb mijn sneakertjes aan. Het startschot werd op afstand gegeven door marsleider Henny Sakkers. Heel veel succes, heel veel plezier. Nog nooit is de zaterdag voor kerst zo uitdagend geweest voor winkeliers. Want hoe draai je een prima omzet als de winkelstraten door coronaregels leeg zijn? Voor de ene winkel geen probleem, maar voor de ander is het creatief improviseren geblazen om toch geld in het laadje te krijgen. Dat weet ook winkelier Paul Staring uit Doesburg. Normaal gesproken is die flink druk, het oude centrum van Doesburg in kersttijd. Nu is het er uitgestorven. Winkelier Paul Staring heeft bedacht hoe hij toch kan verkopen. En toen hebben we dit A4'tje heb ik laten drukken. Tegelijk al dinsdag is dat gedrukt. Dus woensdag konden we beginnen met verspreiden. En nu heeft bijna heel Doesburg dit in de brievenbus gehad. Geen glimmende reclamefolder dus, maar het werkt. Met één collega handelt Paul de bestellingen af. Er heeft net een meneer een scheerapparaat besteld. Die willen we meteen hebben. Dus we gaan hem zo bezorgen. En ook al is hij al 70 jaar, naast winkeleigenaar is Paul nu ook zijn eigen bezorgdienst. Als het kan, doet hij het lopend. Zoals bij deze koekenpan. Ik vind het ideaal. Je houdt de Doesburgse middenstand in stand. Je hoeft niet te wachten op PostNL. Hij komt het persoonlijk brengen. Het is ideaal. Zo'n 40 kilometer zuidelijker van Doesburg ligt Ressen bij Nijmegen. Achter mij de landwinkel van de familie van Olst. Hier is het niet stil. Sterker nog, hier is het kerstdrukte. Mede-eigenaar Wessel van Olst heeft geen centje pijn door corona. Het lijkt soms zelfs drukker. En daar is natuurlijk een verklaring voor. Ja, bij ons is het beter. Het is drukker in de winkel, doordat er natuurlijk heel veel dicht is. En wij hebben het geluk dat we doordat we voeding verkopen, dat we open mogen zijn. Paul Staring in Doesburg kan alleen maar hopen dat kerst 2021 ouderwets normaal zal zijn. En waar de een dubbele omzet draait, schiet de ander er financieel bij in. Zo waren marktkooplui in Harderwijk vandaag niet welkom op de zaterdagmarkt vanwege corona. De gemeente liet alleen kramen met etenswaar toe. Tot grote frustratie van deze bloemist. Nou, kom maar binnen. Hier staat het dan. Voor de zaterdagkist. En daar kunnen we gewoon niks meer mee. Gistermiddag krijgt Nijkamp een appje van de marktmeester. Er mogen zaterdag geen bloemen verkocht worden op de markt in Harderwijk. En dat terwijl de Twello'se bloemenverkoper net die ochtend voor duizenden euro's inkoop heeft gedaan. Een zakje door de grond toch. Dan word je gewoon bij de benen genomen gewoon. Dan ben je wel tot alles in staat. Echt alles in staat. Maandag nog vertelde premier Rutte in zijn toespraak dat ware markten gewoon door kunnen gaan. Maar geen burgemeester die daar geloof ik naar geluisterd heeft of zo. In ieder geval, de wijk, die burgemeester snapt het niet. Zeg het dan op tijd, als je niet mag gaan. En laat niet iedereen eerst zijn eigen vol kopen en dan de kraan dichtdraaien. Dat kan niet. Super mooie witte lelies. Kijk eens. Rode chrysanten. Mooie rode eucalyptus. Super mooie rode bessen. Hoef je na de kerstdagen niet meer mee aan te komen. De gemeente Harderwijk zegt de landelijke coronamaatregel te volgen door alleen verkoop van etenswaren op de markt toe te staan. Dit is alleen niet goed gecommuniceerd naar de bloemenverkoper. De gemeente heeft daarom zijn bloemen opgekocht om uit te delen aan zorgpersoneel, omdat zij in deze tijd een hart onder de riem verdienen. Bloemenverkoper Nijkamp is blij dat hij schadeloos wordt gesteld en dat zijn bloemen toch nog een goede bestemming krijgen. Zometeen. Veel tradities schieten er deze kerst bij in door corona. Maar de kripjesroute in Nijmegen kan gewoon doorgaan. Ja, we denken ook, omdat het allemaal buiten te volgen en in eigen tijd en tempo te wandelen of te fietsen is, dat het voor heel veel mensen een mooie aanvulling is op wat er nu eigenlijk niet meer is. 3 gewonden bij een ernstig verkeersongeval in Westervoort afgelopen nacht.
Een auto en een bestelbus botsten op de kruising van de Rivierweg en de Hamerse straat op elkaar. Twee inzittenden van het busje, een man en een vrouw, raakten bekneld. Maar de brandweer heeft hen kunnen bevrijden. Het derde slachtoffer zat in de auto. Ze zijn alle drie met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is een van de bestuurders door rood licht gereden. En dan de coronacijfers. Er werden in Gelderland in het afgelopen etmaal 1448 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat zijn er 400 minder dan gisteren. Landelijk is het aantal besmettingen ook gedaald. Er kwamen 12.282 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 281 meer dan gisteren. Maar de getallen die blijven helaas fors. Veel mensen zullen er blij mee zijn. De Waalbrug bij Nijmegen is na een grondige renovatie weer helemaal open. Alle rijstroken zijn sinds vanochtend 6 uur weer open voor verkeer. Er is ruim anderhalf jaar aan het Rijksmonument uit 1936 gewerkt. De brug heeft een nieuw betondek gekregen en de busbaan en fiets- en voetpaden zijn aangepast. Marsleider Henny Sakkers gaf vandaag een vervroegd startsein voor de Vierdaagse. Speciaal voor deze studenten. Zij lopen dit weekend een alternatieve Vierdaagse voor het goede doel. Dit zat er niet in dit jaar. Klaar om te lopen! Maar deze Nijmeegse studenten lopen toch de Nijmeegse Vierdaagse. Met de wandeltocht halen ze geld op voor Serious Request, de actie van radiostation 3FM. De meiden lopen 160 kilometer in 4 dagen, coronaproof. Er lopen 4 mensen uit 1 huishouden. Dat mag, dat hebben we helemaal nagecheckt. En zij geven dan het stokje over naar het volgende groepje met 4 huishoudens. Dus eigenlijk lopen er continu 4 mensen. Wat graag had ik jullie vanmorgen weggeschoten met het startpistool van de Vierdaagse. Maar er is een alternatief startsein. Dan maar eventjes het vlaggetje van Stichting de Vierdaagse. Heel veel succes, heel veel plezier. De studenten hadden de marsleider liever in Nijmegen het startsein zien geven. Mag niet vanwege de maatregel ook. Dan wordt het ook meer als een evenement gezien. Maar wellicht dat Sakkers volgend jaar het startschot geeft bij de echte Nijmeegse Vierdaagse. Als er een mogelijkheid is, dan zullen we ervoor gaan. Het geld dat de dames ophalen is trouwens bestemd voor de zorgverleners. De studenten komen al niet zo goed in het nieuws. Feestjes, wij doen corona komt door studenten. Nou, dat is natuurlijk niet waar, naar mijn mening. Misschien, we willen gewoon even iets goeds doen. En de zorgverleners helpen dat het allemaal sneller door kan gaan. We kunnen weer door met het leven. Met kerst is er weinig te doen. De meeste activiteiten zijn afgeblazen vanwege de coronamaatregelen. Eén traditie blijft in ieder geval overeind. De kripjesroute in de Nijmeegse wijk Hees. Ruim 70 huishoudens hebben dit jaar een kerststal gemaakt voor de route. Als ik nou hier de kameel zet, dan kunnen ze die mooi zien in buiten. Ja, zo. It's beginning to look a zo, een beetje like omhoog. Christmas. Ze zijn er maar druk mee. Ik heb hier een koning. De deelnemers aan de kripjesroute in de Nijmeegse wijk Hees. Ja, sommigen die beginnen echt al weken eerder dan dat kerst is. Met het bouwen van gehele diorama's. En zo ontstaat er een route om er tijdens de kerst toch even op uit te gaan. Dan kan je ook zien wat andere mensen hebben gemaakt. En ja, of ze creatief zijn geweest of niet. Wij lopen hem zelf ook hoor. Wij vinden het hartstikke leuk om te kijken wat andere mensen gemaakt hebben. Hier en daar heerst zo op het laatst nog wat keuzestress. Ik heb hier de os. Ja, ik heb er alleen bij de kribben staan. We hebben eigenlijk alles dubbel. Oh jee. We hebben 2 ossen, 2 ezels en zelfs 2 Jezuskindjes. Met ruim 70 deelnemers is de animo voor de kripjesroute dit jaar groter dan ooit. Ja, we denken ook, omdat het allemaal buiten te volgen en in eigen tijd en tempo te wandelen of te fietsen is, dat het voor heel veel mensen een mooie aanvulling is op wat er nu eigenlijk niet meer is. Dat is het, ja. Vijf maanden lang zag Stan uit Garderen zijn ouders niet. Speciaal voor kerst kwam hij afgelopen woensdag als verrassing uit Amerika gevlogen. Maar corona gooide roet in het eten, want zijn ouders zaten op het moment van aankomst in quarantaine. Nu, een paar dagen later, kan hij zijn moeder toch nog in de armen sluiten. Wel weer spannend om natuurlijk je ouders weer te zien en dan nu ook echt te kunnen knuffelen. Hey.
Hoe blij ben je? Ja, dat voelt wel gewoon goed natuurlijk. 5 maanden geleden kon je laatste knuffel geven en je moeder blijft toch speciaal. Dus het was wel weer bijzonder om dat te mogen doen. Zo fantastisch. Dat wordt echt heel gezellig samen. Eindelijk weer eens een keertje. Wil je in deze kerstsfeer blijven? Kijk dan na het nieuws naar Kerst vier je samen op Omroep Gelderland. Dan nog het weer van Weerplaza. Het was een grijze dag vandaag, maar we zagen een mooie, heldere zonsopkomst vandaag, zoals op de foto in Genderingen. Vanavond is het bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Vannacht klaart het op en is het droog. De temperatuur zakt niet verder dan 1 graad of 7. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Bij een matige zuidelijke wind wordt het in de middag 10 graden. In de nacht naar maandag neemt de bewolking toe, gevolgd door regen, waar we maandag overdag mee te maken krijgen. Wel is het dan nog zacht voor de tijd van het jaar, met 10 graden. Tot zover het Gelders nieuws. Acteur Bram van der Vlucht is vandaag overleden aan het coronavirus. Van der Vlucht was jarenlang Sinterklaas. Zijn eerste intocht was in Zutphen in 1986. En 2 weken geleden, op 5 december, sprak hij nog met Jan de Hoop in het radioprogramma De Hoop op Zaterdag. En dat gesprek is terug te luisteren in onze app en op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot morgen.